Dank u wel. Die motie is dan met algehele stemmen aangenomen. De leden die hebben zich vandaag uitgesproken. En zij hebben in elk geval besloten het bestuur van de Surinaamse Politiebond het mandaat te geven om erop toe te zien dat die onwetmatige of onrechtmatige benoeming van de heer Ramlal door de president van de Republiek Suriname uiterlijk vrijdag 24 september 2021 om 10 uur moet worden teruggedraaid. Verder dat het bestuur van de Surinaamse Politiebond erop toeziet dat al dit soort onwetmatige en onrechtmatige benoemingen in de toekomst niet meer plaatsvinden. Dat uiterlijk vrijdag 24 september alle andere achterstallige beschikkingen en resoluties van de leden die daar aanspraak op hebben eveneens in orde moet worden gemaakt. Met betrekking tot dat punt even een kleine aanvulling. Omdat wij hebben gezien dat deze resolutie van meneer Ramlal met een zekere mate van voortvarendheid in orde is gemaakt. Terwijl politiemannen, onze leden, soms jaren nadat ze zijn bevorderd geworden, op hun beschikking of resolutie moeten wachten. Terwijl we zien dat in dit geval met een zeer grote mate van voortvarendheid die resolutie in orde is gebracht. Dus vandaar dus dat die leden ook hebben gesteld dat uiterlijk vrijdag 24 september alle achterstallige beschikkingen en resoluties ook in orde moeten worden gemaakt. Verder dat alle toekomstige bevorderingen die moeten plaatsvinden, dat die zullen moeten plaatsvinden gelijk met de bijbehorende distinctieve beschikkingen en resoluties. Dat wil zeggen, wanneer ik vandaag bevorderd moet worden, dat ik gelijk mijn beschikking of resolutie in mijn hand heb. Inhoudelijk is het namelijk zo. De rang van commissaris is de op één na hoogste rang binnen de politieorganisatie. Na commissaris word je hoofdcommissaris in de functie van korpschef. De wetgeving is meer dan duidelijk hoe je commissaris wordt. Maar de misleiders die hebben een stukje daarvan eruit gehaald en zullen circuleert op Facebook, op social media om u te laten geloven dat slechts de president mag bepalen wie commissaris wordt. En dat is niet correct. De wetgeving is meer dan duidelijk in artikel 51 van Reglement Algemene Politie. Verder, als u die beschikking leest, gaat u ook zien dat er sprake is van twee feiten. 1. De heraanstelling van meneer Ramlal tot ambtenaar van politie en de benoeming tot commissaris van politie. Het zijn twee feiten. Terwijl onze wetgeving, en met name artikel 58 van het Reglement Algemene Politie, ook regelingen heeft hoe de heraanstelling van iemand die in het korps was, eruit is gegaan en terug wil komen, hoe dat moet geschieden. Dat is ook in de wet vermeld. En dat is tot een maximum van 5 jaar. Als je langer dan 5 jaar bent weggebleven, moet je die elementaire politieopleiding opnieuw doen. Dat is met betrekking tot die heraanstelling. Dus met betrekking tot de heraanstelling is de wet ook niet gevolgd. Meneer Ramlal is in 2007, nadat meneer Chan Santoki toen minister was, had hij hem nodig en had hem gevraagd om te helpen bij een departement van justitie. Ik dacht volgens mij het Corps Penitentiaire Ambtenaren toen. En dat is in 2007 gebeurd. Als je dus van aftrek van maakt, dan moet het 14 jaar zijn dat hij al uit het korps is. En hij is weggegaan als onderinspecteur van politie. Met betrekking tot de benoeming waarover de voorzitter het net al had. En het is toch wel even goed dat ik lid 8 even voor u in extenso voorlees, hoewel u het misschien ook al heeft gelezen in social media. Voor de benoeming tot commissaris van politie komt in aanmerking de hoofdinspecteur van politie met de nodige ervaring in een hogere functie of een persoon. En hier begint het. Hier heeft men zich vergaloppeerd. Omdat hier staat of een persoon die over leidinggevende eigenschappen en organisatievermogen beschikt, welke hem naar het
oordeel van de president van de Republiek Suriname voor het bekleden van deze rang geschikt maken. Wat betekent nou het oordeel? Naar het oordeel. Dat wil zeggen, na toestemming. Hij moet er mee eens zijn of niet mee eens zijn. Dat betekent het oordeel van die president. Niet die president mag die voordracht doen. Dat is een bevoegdheid van die korpschef op basis van artikel 5 van de instructie korpschef. Dus die president heeft niet die bevoegdheid om zelf die benoeming te doen. Het moet zijn op voordracht. We zijn allemaal bekend met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die geven aan wat bestuurders moeten doen, zouden moeten doen bij het nemen van een bepaald besluit. Bijvoorbeeld dat men de korpschef moest kennen, de politiebond moest kennen, maar dat is niet gebeurd. Als vakbond hebben we ook een eigen onderzoek gedaan. En wat blijkt, luistert u goed, men is voor 30 augustus met dit voorstel om Ramlal tot commissaris te benoemen naar RVM gegaan. En het is daar afgekeurd. En men is op 30 augustus met zo'n voorstel weer gegaan in een regeringsraadsvergadering. En delen van de coalitie hebben gevraagd om het aan te houden. Het is toen aangehouden. Er is geen besluit hierover genomen. Er was gisteren ons verbazing. En dan misschien moet je ook delen van de coalitie vragen. Er is nooit een besluit gekomen. Er is nooit een goedkeuring gekomen tijdens de regering om de heer Ramlal te benoemen tot commissaris. Alhoewel dat ook geen solaas zou bieden. Maar desondanks werd de heer Ramlal benoemd tot commissaris. Ja, en daarom zeg ik dat die resolutie 2108 of 8, dat het eigenlijk berust op een ondeugdelijke feitelijke grondslag. Omdat het niet alleen is gebaseerd op zaken die niet zijn vermeld in de wet, maar ook dat er daar staat dat het is op voordracht van de minister van Justitie en Politie en van Binnenlandse Zaken, terwijl ze er niets van afweten. Dat wil zeggen, die hele resolutie toch is berust op een ondeugdelijke grondslag. En de minister die geeft aan, van de minister van Justitie en Politie, die geeft aan, het komt niet van hem. Het is een regeringsbesluit. Toch? Maar dat zeg ik u, we zijn ook politiemannen, we zijn toen nagegaan en blijkt dat er geen regeringsbesluit is. Er is geen regeringsbesluit om meneer Ramlal tot commissaris te maken. Maar in die resolutie praat men wel over een regeringsbesluit. Men predigt integer te zijn, men predigt good governance, goed leiderschap. En dat tekent men onder een resolutie waarbij men verwijst naar zaken. En die zaken die zijn er niet, die zaken die bestaan er niet. Ik hoorde de fractieleider van de VAP vanochtend zeggen dat de president eigenlijk het prerogatief heeft om deze benoeming of dit besluit te laten doordrukken. De wet is meer dan duidelijk. En als hij vindt dat de president het door moet drukken, laten ze het doordrukken. Hè? Dat wanneer straks de politiebond zijn wil ook gaat doordrukken, dan moet Ramlal en Gayadin gaan werken toch. Dan moeten zij 1 oktober jaren gaan lopen toch. 25 november, dan moet Gayadin en Ramlal defilé lopen. Wanneer zij een politieke wil willen doordrukken, dan moeten zij straks op alle politiebureaus gaan zitten en werken. Dat is geen bakoverwinkel. En als zij vinden dat zij hun politieke wil moeten doordrukken, dan gaan wij onze wil met verstand ook doordrukken.